Hallo Melfam en welkom terug bij een gloednieuwe Horror Zaterdag. Ik ben natuurlijk Melvin. En vandaag is het weer zover. Vandaag gaan we weer een paar random horrorspelletjes spelen die ik heb gevonden op het internet. Welkom bij twee random horror games. Inderdaad, we gaan vandaag weer twee random horror games spelen. Ik ben heel benieuwd naar wat het gaat zijn. Druk op een blauw duimpje omhoog als jij er zin in hebt, want daar help je mij enorm mee. En laat een reactie achter, want ik reageer af en toe weer op reacties. Ja, dus misschien krijg je wel van mij een antwoord. Hoe vet is dat? Maar in ieder geval, laten we naar spel 1 gaan. When I Sleep. Dit is letterlijk menu. We hebben alleen een play, how to play en een quit button. En we gaan het doen. Dit is letterlijk een of andere droom en dat gaan wij bespelen. Want voor de rest was er helemaal niks te vinden over dit spel. En daar zijn we. Kijk eens aan. Een ziek kamertje met een mobiel. Wat de heck? Dat is echt de gekste mobiel die ik ooit heb gezien. In ieder geval, waar bevinden wij ons? We hebben hier een gekke computer, zie ik. Hallo? Oh. Hij gaat gewoon over, joh, die telefoon. Hallo, hey Mel. Oh, hello Jean. Hi Mel. I'm worried about you because earlier in the office you look exhausted. Don't worry Mel, I'm okay. What the heck? Mel, really? Ja, 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 echt waar. Ik ben helemaal okay. Zeg, ik ben gewoon, honestly, I couldn't sleep well these past few days. I'm having bad dreams. Oh, kijk, we gaan dromen. Bad dreams, like nightmare. Wat de heck is dit? Ook dat piepje blijft doorgaan. Nou ja, maybe ben ik misschien wel moe. Ja, misschien ben ik wel gewoon moe. Yeah, that's also what I think. Dus we gaan waarschijnlijk nu slapen en dan komen we in die droom. Ook tomorrow I will come to see you, but for now you need to take rest. We gaan rusten, jongens. Dit is het beste begin ooit. I should go to sleep now. Nice. Wat een gedetailleerd spel, jongens. Waar is trouwens mijn... Oh, moet ik hier gaan slapen? Serieus? Is dit een éénkamer appartement of zo? Maar dan ook... Of nee, een studio. Dit is gewoon een studio waar ik in zit. En dan slaap ik op de bank. Oké. Where am I? Holy shit, dit is niet goed. What is this place? Is this real? Ik zou het niet weten, pik, joh. We worden hier gewoon opeens ingegooid. Hallo? Dit is echt al gewoon echt een heerlijk random spelletje, holy damn. Hiervoor leef ik wel, hoor. Deze horror zaterdagen, dat zijn echt gewoon kwaliteit dingen. Hé, een sleutel. Dankjewel. Oké. Dat ging echt geweldig. En nu? We hebben letterlijk één sleutel en dat is het. Hallo? Hoe gebruik ik die sleutel, joh? Wat is dit nou voor achterlijk iets? Oh, wat een klote spel is het nu al. Wacht, klopt er iemand op de... Oh, dit hoort. Er klopt iemand op die deur. Hallo? Ja... Kan jij voor mij die deur openen, pik? Want ik kom er niet uit. Oké, ik zei dat het een klote spel was. Maar dan staat hier gewoon welcome home. Oh, dat vind ik lief. Dat vind ik heel lief, dankjewel. Ik weet niet of ik daar heel blij mee moet zijn. Oké. Het is geen klote spel. Het was maar een grapje, oké? Het was maar een grapje. We gaan dit gewoon doen. Daar gaan we. We hebben een sleutel. Er ligt daar een... gigantische zaklamp waarmee we iemand kunnen inslaan, lijkt het wel. En we gaan hier nu naartoe, hallo? Oh mijn god. Als ik zulke nachtmerries had, dan wist ik ook niet meer wat ik... Oh mijn hemeltje lief. Wat is dit, joh? Laten we maar gewoon naar deze deur gaan. Ik ben niet bang. Kijk eens aan. Use key. Bam, daar zijn we. In een of ander kathedraal ding? Oké. A piece of a picture. En nu kunnen we daarheen. Oké, dit is wel echt ziek gemaakt. Ik weet niet waarom, maar dit is best wel echt... Oh, dat zag ik niet eens. Oké, nou ja, als jullie daar maar lekker liggen, vind ik het prima. Ik loop hier gewoon naartoe. Waarschijnlijk krijgen we zo'n jumpscare, maar ik ben niet bang. Ik ben namelijk Melvin en ik durf al deze spellen gewoon te spelen. Kijk, een mooie klok. The time is not set. Wat bedoel je nou weer? The time is not set? Ja, dus, wat moet ik dan doen? Moet ik ergens naartoe gaan of zo om die tijd te fixen? Waarschijnlijk hierheen? Hallo?
Moet ik daar misschien weer terug? Oh, wat? Oh, ik moest oprecht terug. We hebben hier twee deuren. We gaan voor de linkermuurtechniek. We gaan voor die linkermuurtechniek. Oh, damn. Ah! Ik wist het. Dat vond ik niet leuk. Stomme, simpele jumpscares ook echt waar. En wat hebben we eraan? Helemaal niks. Er zit gewoon niks in deze kamer wat we nodig hebben. Het was puur een jumpscare. Nou, ga jij ook een jumpscare voor me hebben? Waarschijnlijk wel. Hè? Kom maar op me af. Ren maar op me af. Ik laat me niet meer klein praten. Hier, doe het. Oké, dit ziet er wel echt heel naar uit. Oh my god. Oh mijn god. Pik? Was dit het? Dit was het niet eens. Wait, what happened? What happened? Am I awake or asleep? Ik weet het niet. Ik weet het echt niet. Het is wel echt vet gemaakt. Ik vind het een leuk, grappig horrorspelletje. Ik vermaak me wel. We hebben in ieder geval weer de zaklamp. Laten we maar eens gaan kijken. Oké. Wat de heck is dit dan? Hij heeft voor mij letterlijk een kruising gevonden als een gratis ding wat hij kon downloaden. En dacht van, ja, dit ga ik gebruiken. I need something to light it up. Oh, nee. Oké, dit spel is wel echt ziek met hoe dit verandert. En ik heb het gewoon niet door. Dat is echt gruwelijk gemaakt. Waarschijnlijk gaat... het is echt heel flauw, die jumpscares. Hou op. Echt serieus, we gaan hier wel naar binnen. Joehoe. Heeft iemand hier voor mij een aansteker? Hey. Oké, een sleutel, dankjewel. Waarschijnlijk dan voor deze deur. En dan ligt hier waarschijnlijk een aansteker. Ja, wat een... Oh, of ja, dat kan ook. Ook handig. Lucifers. Laten we dit maar gewoon meenemen. Gaan we dat kaarsje aansteken op een of ander random kruising. Waarom is dit? Waarom is dit een ding? Een grafsteen midden op een kruising? Dat is toch levensgevaarlijk, joh. Dat is niet eens een rotonde. Nou, we gaan in ieder geval maar het kaarsje aansteken. En dat gaat er nu gebeuren. You have reached so far. The end is near. Wat? Die end is neer. Zaten we op de andere kant? Nee. Er is ook gewoon nu niks waar ik naartoe kan. Ik loop nu terug en ik weet niet of het goed is. Maar we gaan het... proberen. Het was goed, joh. Kijk dit. Een stairway to heaven. Het is gewoon een deur. Oké, ik had de hemel iets anders voorgesteld. Maar ja, als dit de hemel is, dan... weet ik niet of ik daar naartoe zou willen. Laten we maar gewoon doorlopen. Totdat er weer zeker een of andere zombie of zo op me afvliegt. En dat ik dan helemaal ga schreeuwen en schrikken. Hé, kom maar. Kom maar met je jumpscare. Ik weet dat je hier gewoon... Wat de shit is dit voor gebouw? Wat is dit, joh? Dit spel is echt gigantisch. Found a piece of paper. Oh. Gaan wij papiertjes moeten vinden in dit doolhof, terwijl er straks een of andere zombie achter me aanrent? Ik weet bijna zeker dat het hier gaat gebeuren, want het lijkt wel opeens gewoon Slenderman. Kijk, we hebben nu twee papiertjes. Wat? Oh! Serieus, kijk! Damn! Wake up and find the way to escape this nightmare. He is here. Oh my god. Find a way to escape this nightmare. Uh-oh. Ren! Kijk dit dan! Oh my god, wat is dit? Wat is dit? Ik weet niet waar ik naartoe moet. Ik ben dood gegaan. Ik ben dood gegaan, serieus? En we komen hier! Wat is dit nou weer? Gozer, denk je nou echt dat ik dat allemaal opnieuw wil doen? Kom op. Ga naar die trap! Rennen, pik! Word wakker uit je eigen droom! Kom op, doe het! Daar is het! Wat de heck is dit? Kijk dit dan! Gewoon nou serieus toch wel naar de hemel? Of wat gebeurt hier? Ik vind het wel echt heel mooi eruit zien, laten we eerlijk zijn. Een grote witte vlaag waar we op aflopen. We worden helemaal verblind. Holy damn, hallo? Hallo? Wauw. Wat een kwaliteitsspel. Ah! Ha!
Another nightmare! Ja, natuurlijk, joh. Nou, staan we zeker op en dan zit er iemand rechts of links bij het raam. Kan niet anders. Thank God it's morning. En dan kijkt hij links van hem en er zit er zeker iemand. Kijk nou links van je pik. Er is hier nog wat aan de hand, of niet? Onder je bed, dat kan ook. Ugh. When I sleep. Kwaliteit horrorspel, dames en heren. Ook met een zieke beat. Ik weet niet eens waarom, maar we gaan gewoon naar de tweede horror game. Ja, ik weet niet wat dit voor... Oh. Oké, nou, prachtig. The Flash. Is de tweede horror game dat we hier gaan spelen. We drukken op start game. Ik ben heel benieuwd. Oeh. Oeh. My car is broken. What happened? Where am I? Ik zou het niet weten, pik. Maar wat ik ook niet weet is... Hoe de heck je hier je auto tegen een boom hebt aangekregen terwijl er geen weg is. Het enige wat we hier hebben is een huisje. Het ziet er echt heel naar uit. Het verhaal is ook weer super simpel. We hebben een ongeluk gehad of zo. We weten niet wat er is gebeurd. En we zijn bij een of andere cabin blijkbaar. En oh, wauw. Oké, dat zijn wel echt hele nare dingen. Die Flash? Wat? No escape? Joe, ik kom in vrede. No ice? It is here. It's locked. Oh mijn god. Oh, nou dat was makkelijk. Dat was niet makkelijk. Holy damn, what the shit. Nou, we hebben de sleutel in ieder geval hiervoor. We gaan wel gewoon hier naar beneden. Wat? Wat is dit, joh? It won't let us go up? Hoe ben ik hier nou opeens gekomen? Oké, dit is echt een heel bijzonder spel. It won't let you go up. Nee, dat merk ik ook ondertussen wel. We hebben een of andere trap. Dit doet me ook denken aan het horrorspel Stairs. Dat was echt een van de gekste horrorspelletjes ooit. Dat je zo'n trap naar beneden moet lopen en dat was het. Dat was gewoon dan super eng, zeg maar. En dat is een beetje dit. We lopen hier een trappetje af. En het gaat maar door totdat we... Oh, kijk. Never look behind you. It sees. It sees what? Do not turn around. It is locked. Maar we moeten nu omdraaien. Ik wist dat dat zou gebeuren. En ik ben blij dat ik het ook wist. Want anders was ik hier echt gewoon verschrokken voor. Echt. Dit is zo stom, joh. Moeten we nou opeens een sleutel gaan vinden? Oh. Oh, nou dat is makkelijk. Wat een handig spel, joh. Dat het gewoon mijn sleutels geeft op plekken waar ik het nodig heb. En kijk dit dan, joh. Wat is dit? Er zit ook gewoon geen verhaal meer achter dat mijn auto daar kapot is. En dat ik random een huis in ga waar ik random een kelder in ga. Waar random een of ander heel groot lab onder zit. Maar oké, dat maakt niet uit. We hebben ook allemaal hele willekeurige briefjes die heel groot zijn. Waar iemand dan echt met blokletters opschrijft wat hij denkt. En dat is het. Hallo? Waarom ben ik hier opeens weer? Oh mijn god, dit vind ik niet leuk. Ik dacht dat ik terug in het huis was, maar dat is dus niet. Wat is dat voor geluid? Hallo, wie is daar? Joe! Ik ga toch niet zeggen dat we weer een doolhof hebben, net zoals het vorige spel. Oh mijn god. Het zijn allemaal hele nare geluidseffectjes. Ik ben echt bang voor een of andere hele nare jumpscare. Precies, hij gaat zeker omhoog komen. Hallo, Pik? Pik, hallo? Alles goed? Hij ligt er ook bij, hoor. Dat is echt... Wat? Moet ik terug? Hallo? Ik weet niet wat ik heb gevonden, maar ik kom in vrede. Oh mijn god, voor mij willen jullie mij hier niet hebben, of wel? Als ik zulke geluidseffecten hoor, dan weet ik al gewoon dat ik zo meteen een gigantische jumpscare krijg. Ik moet wel zeggen, het spel ziet er grappig uit. Dat is misschien het enige positieve dat ik hierover kan zeggen, want voor de rest is het heel simpel, heel standaard. Hoor ik ook voetstappen? Ik weet het niet. Waar moet ik naartoe, joh? Waarom is het zo onduidelijk waar ik naartoe moet? Kijk dan, er zijn allemaal gangen, joh. Moet ik deze gang volgen misschien? Joehoe! Joehoe! Hallo! Oh! Wat
deur. Wat? Mijn auto staat gewoon goed en ik kan vertrekken? Meen je dit? Drive... Oh, jongens. Random horror games, wat blijven ze goud, wat blijven ze leuk. Ik hoop dat jullie deze video ook leuk vonden, net zoals ik deze horrorspellen leuk vond. Druk op dat blauwe duimpje omhoog, druk op het belletje, klik hiernaast. Heel snel op wat anders, want dat zou ik waarderen. Laat een reactie achter. Koop mijn merchandise en dan heb ik nummer 1 zeggen tegen jullie. En dat is... Ja, wat een kutspellen. Doei mensen!